Saskia Belleman, de Hoge Raad, die heeft bepaald dat de veroordeling van Jos B., die is veroordeeld voor de dood van Nicky Verstappen, dat die kan blijven staan. Ja. Zij hebben gezegd van de zaak is gewoon goed behandeld, de uitspraak klopt. Ja. Een paar kleine wijzigingen hebben ze erin aangebracht. Nou, eigenlijk alleen een strafkorting van 3 maanden, omdat de zaak zo ontzettend lang heeft geduurd. Nou, normaal gesproken moet dat binnen een bepaalde tijd afgehandeld zijn. Duurt het langer, dan kom je in aanmerking voor een korting. Maar verder heeft de Hoge Raad eigenlijk alle verweren van de verdediging van advocaat Gerald Roethoff verworpen. Ja. En die veroordeling tot 16 jaar gevangenisstraf, die blijft dus in stand. Ja, want er is altijd heel veel juridische discussie geweest over de zaak. Daar hebben ook een aantal prominente mensen, zoals Peter van Koppen, zich over gebogen. Want die zeggen van, het scenario van Jos B. Is niet uit te sluiten. Nee. En niemand heeft gezien dat hij Nicky Verstappen uit die kampeerplaats heeft ontvoerd. Er zitten een paar open eindjes in. Ja, kijk, het is zo dat je zou kunnen zeggen dat jarenlang, zolang er nog helemaal geen verdachte was opgepakt, deskundigen zeiden, we kunnen eigenlijk niet vaststellen wat de doodsoorzaak is geweest van Nicky Verstappen. En we kunnen ook niet vaststellen of hij seksueel misbruikt is. Dat bleef eigenlijk altijd onzeker. Op een gegeven moment werd Jos B. aangehouden. DNA-verwantschapsonderzoek is er geweest. Nou, dat DNA dat leidde tot Jos B., die is op een gegeven moment in Spanje gearresteerd, overgebracht naar Nederland, kwam in de rechtbank terecht. En die heeft altijd ontkend. Hij heeft zich eigenlijk vooral beroepen op zijn zwijgrecht in de rechtszaal bij de rechtbank. Maar op een gegeven moment, er moest natuurlijk toch een soort van verklaring komen voor het DNA dat was gevonden op en in de onderbroek en op de pyjamabroek van Nicky Verstappen. Hoe komt dat daar? Dat is wel degelijk vastgesteld. Nou ja, dat was precies. Dat viel niet te ontkennen. Dat ontkent ook de verdediging niet. En de verdediging had zoiets dat kan er op allerlei manieren opgekomen zijn. Wat deed Jos B. op een gegeven moment? Die heeft een videoverklaring laten opnemen door zijn advocaat, waarin hij het verhaal vertelde. Ik was op de Brunsumerheide, ik liep daar, ik heb op een gegeven moment tegen een boom staan plassen en toen werd mijn aandacht getrokken iets door iets. Iets trok mijn aandacht, ik kan me goed herinneren, Hij heeft nooit precies uitgelegd wat dat iets nou was, of je nou iets hoorde of iets zag, dat is niet helemaal duidelijk. Ja. Hij is naar zo'n bosje gelopen dat hij zag liggen, een sparrenbosje, en daar vond hij het lichaam van Nicky Verstappen. Hij vertelde, ik heb hem omgedraaid, hij lag half op zijn borst. Ik heb gecontroleerd of ik nog ademhaling hoorde. Dat was niet zo, hij had ook geen puls meer. Ja, en daarna wist ik eigenlijk niet goed wat ik moest doen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb zijn kleding een beetje gefatsoeneerd om ervoor te zorgen dat hij netjes erbij lag. En ik heb wat bladeren weggeveegd. Ja, en daarna ben ik maar gegaan, want ik kon verder niks doen. Ja. Dat zou de verklaring kunnen zijn voor het DNA dat is gevonden op de kleding van Nicky. Het is een vreemd verhaal. Het werd door het Openbaar Ministerie niet geloofd, door de familie van Nicky Verstappen niet geloofd. En ook door de rechtbank en het Hof niet. Nee. Die hebben allemaal gezegd, de aard van de sporen die op die onderbroek zijn aangetroffen, die duiden op een langdurig intensief contact en niet op even aanraken. Ja. Nou, dat advocaat Gerald Roethoff heeft mij al laten weten dat hij het er niet bij laat zitten, dit oordeel van de Hoge Raad. In Nederland is Jos B. uitgeprocedeerd. Ja. Hier kan hij niks meer. Maar Gerald Roethoff zegt dat hij naar het Europees Hof stapt. En waarom doet hij dat? Hij zegt, ik heb gevraagd om onderzoek naar dat DNA op, dat heet dan activiteitenniveau. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar DNA en dan vaststellen van wie het is. Ja. Maar dat zegt nog niks over de handelingen. En dat onderzoek naar het activiteitenniveau, dat richt zich op, hoe is dat DNA nou precies op die plek terechtgekomen? Waar duidt dat op? Nou, daar wilde hij nader onderzoek naar. Dat is door rechtbank en hof beide afgewezen. En daarom stapt hij nu naar de Hoge Raad. Of naar het Europees Hof. Ja, dat gaat in ieder geval voor de nabestaanden van Nicky Verstappen. Die in ieder geval nu een soort van sluiting hebben gekregen. Omdat een dader veroordeeld is. Maar dan blijf je toch nog weer die onzekerheid. Ja. Want het zit dus in dat DNA wat je net uitlegt. Hoe groot acht jij nou nog de kans dat daar nog iets mee gaat gebeuren? Niet zo heel groot, moet ik eerlijk zeggen. Ik had meer twijfels bij een ander element waarop rechtbank en hof hun veroordeling baseerden. En dat was dat zij beide zeiden dat de modus operandi van Jos B. hetzelfde was geweest als 11 jaar of 13 jaar eerder. Precies, twee jongetjes. Die heeft hij toen tegen de grond gewerkt. Die heeft hij betast, hand in een broek gestoken en zo. Ja, en dat vond ik een vreemde redenering. Dat je dan pas 13 jaar later nog een keer zoiets zou doen.
En dan zeggen dat het dezelfde modus operandi is, terwijl die jongetjes destijds het hebben overleefd. Die zijn niet misbruikt en ook niet overleden. En Nicky wel. Dus ja, hoe kun je dat één op één als dezelfde modus operandi zien? Ik vond dat een beetje een vreemde redenering. Maar ja, dat is nu niet wat Gerald Roethoff gaat aanvechten. Die gaat het vooral richten op dat DNA-onderzoek. Ja. Ja. In ieder geval voor Nederland is Jos B. klaar. Is hij gewoon terecht veroordeeld in hoger beroep. En nu moeten we afwachten wat Europa gaat doen. En dat kan ook nog wel eens een hele tijd duren. Dat kan heel veel jaren duren. Ja, en het heeft een onzekere uitkomst uiteraard. Als hij zijn straf uitzit, dan komt hij zo omstreeks 2032 vrij, is de verwachting. Saskia Belleman, dankjewel. Graag gedaan.